over de orde van de dag. De eerste persoon die ik naar voren mag halen samen met jullie, ter ere van de promotie naar teamcoördinator, is een hele bijzondere vrouw. Zij is namelijk de enige vrouwelijke teamcoördinator van Nederland die zelf een regional director heeft verwekt. Op een gegeven moment in haar leven besloot ze met haar kinderen te gaan wonen in een klein dorpje ten noorden van Nederland, eigenlijk boven in Friesland. En ze kwam te wonen in een prachtig dorp genaamd Sint Anna Parochie. Ongeveer 60 koeien die daar wonen, 4 huizen die daar staan. Zij is daar gaan wonen met haar kinderen om één reden, omdat ze wou dat haar kinderen op een rustige plek zouden worden opgevoed. Als lerares op een school voor kinderen, voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, kon ze haar ei kwijt, omdat ze altijd liefde heeft gehad voor kinderen. En ook kinderen die speciale aandacht nodig hadden, altijd die aandacht wist te geven. Door bezuinigingen van de overheid ging de school waar zij les gaf dicht en stond ze op straat. Op dat moment is ze gaan zoeken en gaan kijken naar mogelijkheden, heeft zichzelf altijd bezig gehouden, onder andere als volleybalcoach van een succesvol team. Maar ze had het gevoel dat ze als een hamster in een wiel zat. Werkte keihard om haar rekening te betalen, maar kwam haar niet vooruit. Vandaag de dag is ze een teamcoördinator niet zomaar eentje. Ze is een teamcoördinator met teamcoördinatoren in haar organisatie. Op dit moment, vanuit mijn algehele organisatie, de nummer 1 teamcoördinator op dit moment, is de mevrouw waar we zo meteen van gaan horen. En het is een hele speciale vrouw voor mij, omdat ik haar heb mogen zien groeien binnen deze business. Van iemand die heel verlegen en heel onzeker was, naar iemand die PBR's geeft nu, voor de zaal staat, leidt door het goede voorbeeld. Een vrouw van 50 plus die uitziet als 30. Help me alsjeblieft naar voren te halen voor de volgende promotie. Onlangs gepromoveerd naar de positie van teamcoördinator. Ludmila Sluis. Daar sta ik. Hier sta ik. Ten eerste wil ik, wat is het mooi om hier op het podium naar voren te mogen komen met zo'n mooi lied. Maar voordat ik daarover begin, wil ik eerst de meest belangrijke mensen in mijn leven bedanken dat ik hier mag staan. De meest belangrijke mensen in mijn leven zijn mijn 5 kinderen en mijn 7 kleinkinderen. En te beginnen wil ik de eerste persoon bedanken. Dat is mijn zoon Rutnisluis.
En de tweede, die ook op de eerste plaats staan, samen met Rodney, meneer Assos Harsin. En ook iedereen die hier staat, die me ook heeft gesteund. Maar dan ga ik even heel snel naar mijn stukje verhaal, wat ik met jullie wil delen. Mijn verleden. Ik heb net gezegd, wat is het mooi om met zo'n mooie lied hier op het podium te mogen komen. We moeten de wereld een betere plek maken. Dat zegt Michael Jackson. Maar om dat te doen, moeten wij eerst onze eigen wereld een betere plek maken. Ik begin bij mezelf. Ik ben geboren op Curaçao. Getrouwd, kreeg een dochter. Bleek dat ze doof was geboren. Daarmee alles, familie, iedereen achtergelaten om naar Nederland te komen. Om mijn dochter een mooiere leven te geven, een betere plek. Precies zoals Michael Jackson wil dat wij doen. Dus hier aangekomen ben ik heb ik op een gegeven moment 5 prachtige kinderen gekregen. 2 dochters en 3 zonen. Waar ik heel erg trots op ben, heb ik net verteld. mijn dove dochter, toen ik hier kwam. Een moment hoor. Ik ben gaan leven. Ik heb die dove dochter daarna 3 zonen. En ik ben echt gaan leven van dag tot dag. Ik heb keihard gewerkt. Ik heb, ik ben gaan werken. Ik wou mijn kinderen echt een veilige plek geven. Ik leefde voor een man en mijn kinderen. Ik moet even teruggaan naar mijn verhaal, sorry. Ik wou leven voor mijn kinderen. Ik ben keihard. De 2 dochters waren alle uit huis. Die hadden hun veilige plek gehad. En ik had 3 zonen nog thuis waar ik alleen de zorg voor had. Ik ben gaan werken. Ik werkte in het onderwijs overdag. Ik had de doelen die ik dan wou bereiken, realiseren. En ik heb voor mijn 3 kinderen ben ik keihard gaan werken. Ik dacht, deze 3 jongens zijn jongens. Ik was zo bang dat ze op de verkeerde pad zouden komen. Dus ik dacht, als ik keihard ga werken, mijn studie afmaken, mijn baan oppakt en mijn doelen ga realiseren, geef ik ze een voorbeeld, dan hou ik ze op een rechte pad. Dus ik heb 3 banen genomen. Ik ging overdag werken voor de klas. In de avond ging ik bij de post sorteren. En later, midden in de nacht, ging ik productiewerk maken, doen. Om de kinderen een goed voorbeeld te geven. En hun een goede plek. Ik heb het huis gekocht. Ik heb mijn doel gerealiseerd, want ik heb mijn huis gekocht. Ik ben met mijn 3 zonen alleen gaan wonen in een dorp, ergens in Sint-Anne parochie. Ben ik met mijn 3 zonen gaan wonen. En ik was aan het struggelen. Ik was daar en ik was zo gewend om met een man te leven. Ik dacht, ik kan niet alleen leven. Ik ben van huis uit ben ik samen gaan wonen, getrouwd samen. Dus het was voor mij heel moeilijk om alleen met de kinderen daar te wonen. Prachtig huis, prachtige omgeving, maar ik raakte in een depressie. Ik kon niet zonder een man, dat dacht ik dan. Dus ik raakte in depressie, was alleen thuis voor mijn kinderen, zorgde voor hun. Maar mijn kinderen, ik had zulke kinderen op de wereld gebracht, dat die kinderen mij niet alleen, ik was voor hun, maar ik was er niet voor hun. Dus ze hielpen hunzelf thuis, ik was er, ik lag vaak in bed, maar de kinderen die gingen juist voor me zorgen. En mijn andere 2 dochters waren ook altijd voor mij. Toen ben ik achter, toen op een gegeven moment, de kinderen zagen dat ik zoveel struggle. Op een gegeven moment kwamen 2 zonen thuis. Die kwamen thuis en zei, mam, ik ben iets tegengekomen waar jij niet zoveel meer hoeft te struggelen. Maar, dankzij ASOS, hij dacht van nee, ik ga je moeder bellen. Tegen René, ik ga je moeder bellen. Hij belde me op, hij zei, kom kijken wat je kinderen doen. Ik ben gaan kijken en ik kon niet wachten om te starten. Want wat ik daar had gezien, dacht ik van wauw. Nu snap ik wat mijn kinderen hadden gezien en ik niet snapte toen ik dat hoorde. Dus ik ben gelijk gestart. En de mooie reis was begonnen.
Alleen, ik kon er nog niet helemaal uit mijn depressie komen. Deed weinig, ik ben bijna klaar. Ja, ja. Ik ga het afronden. Dus mijn zoon Rodney had het opgepakt. Hij ging een hele lijn bouwen voor mij. En ik mocht, op een gegeven moment werd hij bijna teamcoördinator, kwam hij naar me toe. Hij zei, mam, je doet andere dingen, wil je je business gaan bouwen? Wil je dan dat ik jou ga helpen met je vaste lasten betalen, dan kan jij je business gaan bouwen. Ik had het aangenomen, ik ben in Rotterdam gaan wonen. Ik kende niemand daar, niemand. Maar ik wist wel, hij heeft me wel geleerd wat ik moest doen. Hij zei, mam, ga gewoon iedere dag mensen aanspreken op straat. Dat deed ik, op straat, mensen aanspreken. Ik heb 7 mensen ingeschreven. En waardoor ik nu een ontzettend mooie team heb daar in Rotterdam. Ik ben ontzettend trots op hun. Wat ik verder heb gedaan is door de struggles heen. Ik heb van Rodney geleerd, die jongen heeft mij geleerd, struggles zijn in het leven. Ik was iemand die vaak opgaf, maar door hem heb ik geleerd om nooit op te geven. Ik ben doorgegaan, no matter what. Het team ging om alles, ging om wat, net wat we leren, hoog en laag, de pieken en dalen. Ik ben doorheen gegaan en ik ben nou teamcoördinator geworden. Waarom ben ik teamcoördinator geworden? Omdat ACN mij de mogelijkheid had gegeven om iets anders van mijn leven te maken. Ik heb het gedaan. Ik heb geleerd om niet op te geven en die boodschap wil ik jullie laten doorgeven. Ik stop. Mijn boodschap is, never quit.